Maar we gaan naar Nens, want we gaan naar onze volgende kandidaat. Nens. Ja, met zijn verbluffende bergetappes heeft Michael Bogert heel Nederland doen verbazen. En the sky is the limit. En vandaar het toepasselijke nummer van Van Velzen. Baby Get Higher. Met zijn beeldschone partner Daria is hier Michael Bogert. Allemachtig. Jongens, ik sta er. Wat hebben wij toch fantastische kandidaten, dames en heren. Vindt u niet? Het is toch niet te geloven? Er zat bijna net zoveel vaart in, Michael, als met de Tour de France. Ik weet het niet. Wat zei je? Er zat bijna net zoveel vaart in als met de Tour de France. Ja, het ging zo snel. Het ging snel, ja. En wat ik zo grappig vond, weet je, in het begin zei je ook, ik hoop dat het wel een leuk meisje is, maar volgens mij is het een van de mooiste die we hebben. Ik schaal ze niet mee voor lul, nee. Nee, absoluut niet. Ik ben er ook heel erg blij mee. En zij heeft mij de moraal gegeven om elke dag te gaan trainen. En ik weet dat je zoontje ook nog in de zaal zit. Ja, Mikai. Even zwaaien, jawel. Ja. Hij heeft het goed gedaan, hoor. Volgens mij was hij nerveuzer dan ik was. Ja? Om zijn koffie te zien. We gaan even kijken naar een slow-mootje. Michael, kijk. Wat jullie ook niet gezien hebben, dat jullie hier vlak langs die rand gingen. Is dat je nog opgevallen, of niet? Dat jullie... Nee. Ik had alleen maar over haar. Dat begrijp ik. Nou, dat is goed gelukt. Kijk eens even. Benen omhoog. En jij door je knietjes. Ik vind het knap. Ging het voor jezelf lekker? Nee, het moet beter. Het ging beter toen we het samen deden, zeg maar, in Utrecht. Maar ja, als een wielrenner zijn, dan denk ik toch, wat is dit knap dat je dit doet. Heb je hele leven op een zadel gezeten. Ineens moet je er vanaf. Ja. Ja, Daria, how is it to skate with him? Oh, it's great. We're having so much fun and I'm so proud of him. He did a great job tonight. Thank you very much. Yeah, I think he's a little bit in love with you. That's what I feel. What do you think? I don't know. We'll see. Say something door de microfoon, darling. Moet je kijken, Michael. We geloven nog in sprookjes, hoor. Je weet het natuurlijk nooit. Het is toch een enig programma? Het is toch een sprookje om verliefd te worden, of niet dan? Maar goed. We houden het netjes. Je begint te zweten ineens. Ja, ik zie het. Er zaten plekken komen er doorheen. Maar zo mogen we graag zien. Dan gaan we naar de punten voor Michael. Jane. Een goed verdiende, vette 8. Een 8. Mooi, Michael. Hein. Petja voor de eerste show, een 8. Ook een 8. Het wordt een beetje eentonig misschien, maar ik ga ook voor een 8. Ook voor een 8. Nou, dat vindt Michael niet erg, denk ik. En Mark? Ja, voor de snelheid en de goede samenwerking met de partner ook een 8. Ook een 8. Heel mooi. Een 8 gemiddeld leverde dat op. En op het scorebord zien we daarmee dat Michael met Daria op een tweede plek terechtkomt. Heel netjes. Heel netjes.